Daltonschool De Bonkelaar hield donderdagavond op beide locaties, de Jan Toropstraat en de Rotsduif, na het kerstdiner een kerstmarkt waar door de leerling gemaakte cadeautjes werden verkocht. Vandaag is er weer een kerstmarkt. Vandaag is er ook die kerstdiner hier op school. En nu zijn we bezig met de kerstmarkt. Die kerstmarkt is 1 keer in de 2 jaar. En als het zover is, dan is het ook best wel druk, zoals je misschien kon zien. Alle klassen hebben werkjes gemaakt en die verkopen wij. En daar verdienen we geld mee. Die knutselen we zelf. Dat geld is voor... voor een goed doel. Eén ding zijn we al overuit, dat is een glijbaan hier op school. En het andere gaan we nog overleggen met elkaar. Zeg, en wie organiseert dit allemaal, Tariq? Wij als leerlingenraad. En dus kunnen we natuurlijk niet alleen, dus we hebben ook hulp van de klasseouders. Of schoolouders. Ouderraad, ja. Klasseouders, wat zijn dat eigenlijk, Jacob? Klasseouders zijn ouders die de kinderen helpen met uitstapjes. Of als ze een keer naar het ouderadvies gaan of zo, of schoolreisje, dan gaan ze mee als begeleiding. Wij zijn de leerlingenraad van de Bonkelaar Torp. En wij proberen onze school is leuk, maar onze school nog leuker te maken.